Goed, ja, workshop. Ik vind bij workshop moet je ook wat laten zien wat je zelf aan het bouwen bent. Dus niet alleen maar domweg voor modules, maar gewoon hoe je dingen opzet. En ik ga een verhaal vertellen over, vooral heel veel live dingen. Ik heb maar 4 slides van dit de ene is. Maar over van een systeempje wat ik aan het bouwen ben voor een klant. Klant die heet RedSox. En dat is, bestaat nu een jaar, dit zit in Den Haag. En dat is een bedrijf wat een appliance maakt voor network security. Wat je normaal hebt, als je, heb je een firewall bijvoorbeeld, waar bepaalde regels in zitten waarmee je inbraakpogingen kunt stoppen. Maar helaas zijn er tegenwoordig ook heel vaak inbraken die je pas achteraf weet. Bijvoorbeeld NSA-inbraken. En dan wil je echt weten of je, je netwerk besmet is geraakt. Dus die doet het op basis van historie. Dus dat zei, dan kun je een kastje kopen en dat doe je in je rek en dat vangt allerlei logging op van firewalls. En dan proberen ze dan, elke uur worden die kastjes geüpdate met de nieuwste inbraakpogingen die er overal zijn geweest, die gevonden zijn. En dan kijken ze of dus in de afgelopen tijd die inbraakpoging ook is heeft plaatsgevonden op dat netwerk. Zoals een NetFlow of niet? Via NetFlow analysis doen ze dat, ja. Dus, dat is echt op het Amerikaans opgezet. Het is allemaal wild geld. Hè. Allemaal, echt, iedereen wordt bij ingehuurd en bijna niemand is in dienst. En elke keer weer moeten ze financieringsrondes doen enzovoort. En naast dat we een hoofdproject hebben van dat kastje, hebben ze ook wat bijprojectjes. En ik ben een bijprojectje. Ik mag het helemaal zelf doen. Ze hadden een plan en ik mag het bouwen. En dan mag ik lekker thuis doen. Dus dat wil je nog meer voor een klant. Het is echt een leuk bedrijfje en af en toe zoeken ze weer mensen, dus als je geïnteresseerd bent. In Den Haag. Oké. Maar dat maakt u het niet uit. Dus. Dat maakt het voor mij niet uit en voor de meeste anderen ook niet eigenlijk wat ze doen. Wat is het, het idee wat ze hadden? Er zijn een heleboel, wat heb ik volgens mij slide van gemaakt? Ja. Een goedkope black boxje, dus een goedkoop kastje. Wat vooral internetonderzoekers, in dit geval mag je wel politiediensten denken enzovoort, wat die kunnen gebruiken om op allerlei manieren internet op te gaan. Dat is het probleem. Bijvoorbeeld bij de politie, daar doen ze onderzoek naar kinderporno sites en dat soort dingen. En naar wapenhandel op internet. En dat zijn er 3 soorten mensen, 3 niveaus mensen daar in dienst. Je hebt mensen die echt heel veel weten. Dus die echt zelf dus Unix-specialisten, Windows-specialisten zijn, en alles zelf kunnen organiseren. En dan heb je een groep die een soort voorvanger daarvoor zijn. En dan heb je een hele grote groep die eigenlijk bijna niks kunnen, maar alleen maar browsen door allerlei websites. Die kijken of er jonge meisjes op staan. En voor die hele grote groep, maar dat is natuurlijk niet alleen gelimiteerd in Nederland, wilden ze als gat in de markt zeg maar een kastje maken. Die eigenlijk alles voor je configureert. Dus het kastje, daar prik je gewoon aan de ene kant je laptop of je pc in. En aan de andere kant zitten er nog een aantal uitgangen. En de ene doe je bijvoorbeeld UPC en de andere Ziggo. En de andere je kunt daar of je wifi aan verbinden als je binnen ergens in een netwerk zit. Of gsm dongle. Je kunt van alles kun je eraan koppelen. Of tethering. Gewoon via je mobiele telefoon. En die kan je hier aanprikken en dan heb je TN2 of zo. En je hebt dus verschillende netwerkuitgangen. En, je laptop of je pc hoef je gewoon niet te configureren. En wat moet je dan kunnen doen? Nou, dat wil ik laten zien. Want dat heeft nogal wat consequenties. Hele dingen zoals proxies of Tor of weet ik veel wat. Die gaan ervan uit dat je op die pc zit te rollen en te configureren. Als je een proxy wil doen in je webbrowser. Of wil gebruiken via je webbrowser, dan moet je in je webbrowser dingen configureren. Maar in dit geval wil ik dat helemaal niet. In dit geval moet het allemaal in dit kastje geplaatst worden. Mm. Nou, oei. Dus ik denk dat ik nog meer slides had. Er zitten dus allemaal trucjes. En leuk is dat je die trucjes, dus een groot deel vanuit de Perl, heel makkelijk kan regelen. Er zitten allerlei trucjes met DNS, met de nameservers. DHCP trucjes, IP tables vooral een heleboel trucjes. Er zit een webservertje op, want je moet kunnen aankiezen naar welk poort je naar buiten wil. Mm-hmm. Dat zal ik vooral zo demonstreren. En daar draai je nou Ubuntu op. En dat was eigenlijk een beetje een wens van tevoren. Dat is niet een leuke keuze. Zeker als je een netwerkspool gaat doen, dan heeft Ubuntu overal zijn eigen idee van. Heel anders dan alle andere Unixen en traditionele Unixen en Linuxen.
Dat bij mij nog wel. En ik vond het ook erg tegenvallen qua support. Kijk, als ik deze dingen die kocht ik in de winkel. Die prikte ik in mijn Linux laptopje met OpenSUSE. En dat was van dezelfde leeftijd als die 12.4 van Ubuntu. En dat werkte meteen zonder dat ik iets bij hoefde te installeren. Maar op dat Ubuntu kastje krijg ik niet aan de praat. Zelfs met een nieuw driver of zo. Dus ik viel me echt tegen van Ubuntu. Ik ben bereid altijd met OpenSUSE. Dat is echt op zijn Duits, moet ik zeggen. Die hebben wat grondiger was verzameld en getest. Voor mij, maar dat is een ervaring die bij jullie kan verschillen. Maar grappig zijn dat die dingen niet in Zuid-Afrika gekocht zijn. Die zijn niet in Zuid-Afrika. Die zijn gewoon uit de winkel. Dus, goed, een van de moeilijkste verhalen is IP tables. Ik weet niet of jullie wel eens iets met IP tables zelf hebben gehoord. Het is nog niet mijn vriend geworden. Maar dat is iets wat ik wel veel druk. Hier komen de pakketjes naar binnen. En hier gaan de pakketjes in je systeem weer af. En als je een applicatie hebt, dan zit dat hier in het plaatje. En tussen kan je overal die pakketjes hersturen, hernummeren enzovoort. Daar kun je heel veel leuke dingen mee. En helaas moet ik dat ook regelmatig gebruiken. Maar heb je een plaatje? Die kan ik wel op internet. Die hebben ook anders. Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, het is echt een heel vervelend. Het is heel complex, laat ik zo zeggen. Vooral om het goed te doen, is het heel complex. Iemand gaat af. Goed, het leuke is, dit is mijn laatste slide. De rest ga ik voor een deel op het bord doen en met de demo. Dit is mijn. Ik hou ontzettend van blackboards trouwens. Whiteboards vind ik maar niks. Er zitten dus vier van die ethernetpoorten in het kastje. En dat maakt het meteen ook het nadeel van het kastje. Het is gewoon een pc, maar dan op mini-formaat. Zonder een ventilator, wat erg heet. Er zijn maar heel weinig kastjes waar gewoon native meer dan één ethernetpoort uit zit. Soms zitten er twee, maar de wens was om er vier te doen. Dus deze kastjes die kosten helaas nog steeds iets van 600-700 euro per stuk. En voordat dit op de markt kan komen, moeten we kastjes vinden die iets van 200 euro per stuk zijn. Want anders hou je geen geld over voor het softwareontwikkeling natuurlijk. Dus er zitten vier van die uitgangen op. Ja, precies. Daarvan heb ik er eventjes drie aan deze kant teken. En eentje, daar zit mijn terminal aan. Oh, ja. Dat ziet er een beetje raar uit bij HBO. Hier zit mijn terminal aan. Het verhaal wordt heel moeilijk als je dat gewoon maar zegt van prik maar ergens in, het werkt wel. Dus deze die heb ik dan maar vasthangen aan de eerste poort. Zo. En dat zijn de drie uitgangen waar je dus verschillende internetverbindingen mee kan maken. Maar er mag er maar maximaal maar één actief zijn. Als je er meer dan één tegelijkertijd actief hebben, dan kan je met de hand heel leuk configureren. Maar dat is dan automatisch tools om in te schrijven, wat heel ingewikkeld. Denk maar bijvoorbeeld aan namesurfing. Voor welke uitgang moet je hebben en IP-adres netwerken die misschien overlappende IP-reetjes gebruiken, 192.168.1 allebei of zo. Dat wordt heel moeilijk. Dus er is er altijd maar eentje is actief. Dat is trouwens gelukkig ook een eis, want je mag niet testen die op ene netwerk doet laten lekken naar naar andere netwerken. Oh, succes in Linux. Succes in Linux. Nou, dat lukt heel goed. Dan moet je het gewoon echt uitzetten. Ja. Interface down, interface up, de hele tijd. Oké, nou heb ik gelukkig. Het eerste is eigenlijk een lastige situatie. Dat is namelijk als je helemaal niks hebt. Dus als je kastje uit de box krijgt. Zo, je hebt er helemaal niks. Dan gaat iemand die sluit aan en die moet natuurlijk hier iets van DHCP krijgen. DHCP als server. Zo. Maar dan, als je dan iets op gaat zoeken, dan krijg je natuurlijk een error. Want hij probeert hier, komt zijn pakketje komt binnen. Hij probeert een uitweg te vinden, maar er is niks. Dus ik wil dat naar een of ander interface toe krijgen. Naar een webinterface. Wat heb je dan nodig? Routing. Ja, maar je hebt in de routing, tables gaan over hoe dit pakketje daar komt. Maar ik heb nog geen buitenkant. Het kan zijn dat er helemaal geen kabel aan zit ofzo. Ik heb die van die geconfigureerd. Die voelt weer positie, wat deze waaien in die kant. Ja, dus, nou, dat zit er. Uh,
ik heb hier net, het is nog helemaal niet geconfigureerd, dus mag je ook nog geen deze client draaien. Want, dus je hebt eigenlijk twee trucs nodig, want het tweede is dat je dus, deze persoon die wil naar de Pro Workshop, maar er is nog helemaal geen DNS op naar buiten toe. Een hostvraag? Je zou de hostvraag kunnen proppen. Nou, in ieder geval heb ik dus mijn eigen nameserver. Ja. Maar in dit geval is het nog ietsjes vervelender, want je komt bijvoorbeeld naar een IP-adres wat je al weet en dan probeert hij naar buiten te komen naar een IP-adres wat je al weet. Dus je moet op een of andere manier een trucje doen om alle verzoeken die naar de buitenwereld gaan over HTTP, om die allemaal naar een eigen webservertje te leiden. Ja? En dat kan je, hè? Dus naar een HTTP-daemon. Dus proworkshop.nl moet daarheen, dan kan je daar met IP-tables kan je dat rommelen. Hier naar buiten, hierin. En deze doet een redirect van het verzoek naar de webserver die we hier doen. Ja, dus dat is een ander webservertje. Zo. En natuurlijk zit je ook nog met IP-tables te rommelen dat de DNS naar jouw DNS toe moet. Hè? Want die mensen die hebben misschien nog niet allemaal alles goed geconfigureerd in hun systeem. Dus elke keer heel hard al DNS-verzoeken knallen. Met gewoon IP-tables altijd naar mijn eigen DNS-server. En dat moet ook. Want je wil dat ongeacht wat je later hier doet, dat jouw configuratie-interface nog steeds bruikbaar wordt. Dat het nog steeds toegankelijk is. Dus je moet daar een hele vette truc voor hebben om te zorgen dat het daarboven gaat. Dus laten we eens even kijken. Ik hoop dat jullie dit goed kunnen lezen. Ja, dus ik heb dit is de file met het private key erin. En ik log in op mijn DR-systeempje. Oh, ja. Nou, dat is het leuke. Dus vanaf begin af aan is mijn eigen DNS al actief. En via DSP heb ik aangegeven dat ik mijn eigen DNS moet kijken. Dus ik kan meteen het DR, hele ding, dynamic router. Dus dat kastje heet gewoon DR. Dus op deze manier log ik in op het kastje. Dat is dus een klein, heel gewoon pc'tje. Ja, en gewoon wat praktisch aan het rammetje. Het is gewoon een klein inkruppig, niet te klein. Nou, ga ik even. Wat ik altijd doe als ik een project start, is een usernaam maken. En alles pak ik onder de usernaam. Ook als ik op één systeem meerdere projecten draai, meerdere applicaties, zeker tijdens ontwikkeling, dan maak ik er altijd losse usernamen van. Waar alles onder zit. En dan zit ik daar onder. Echt alles. Dus ook bijvoorbeeld, ik maak een eigen etc directory voor de configuratiefiles, een eigen log directory voor de logfiles. Ik ga het niet allemaal verspreiden door het hele systeem. Alles blijft op één plek. En dat is ook wel heel handig als ik het systeem upgrade, want dan kan je maar die home directory te verschuiven. En dan hoef ik in het nieuwe systeem maar een paar symbolen links weer aan te leggen. En daar heb ik natuurlijk een install scriptje voor. En dan werkt het allemaal weer. Hieronder de etc zitten allemaal. Dan zie je misschien eens de sudo configuratie, het Ubuntu rommel. En al mijn services en sport, die heb ik allemaal daaronder zitten. Ja. En zo heb ik een log per component. Zorg meteen, ook al om de eerste versie voor, dat die log goed georganiseerd is. Natuurlijk, zo'n kastje wordt uitgeleverd later en dan kun je niet meer bij. Dus dan moet je al echt heel goed weten, heel goed vertrouwen hebben in dat je logrotate werkt en zo, voordat je die kastjes gaat uitleveren. En die volgende. Die log staat onder een apartje van 10 minuten. Dus hier staat dus een home DR-log. Er staan de logs. Dus ik doe alles doe ik in één home directory. Van onder gebruikersnaam. Ook al die daemons draaien dan onder die gebruikersnaam. En dat doe ik ook op een ontwikkelsysteem. Ook alle systemen doe ik dat. Dat maakt het veel makkelijker om het te transporteren. Heel klein probleempje natuurlijk met PUL modules, zoals die XS hebben. Dat ze misschien soms opnieuw gecompileerd zouden moeten worden als je een nieuwe doorversie hebt of als je net van een Intel naar een ARM gaat of zo. Dit is een Intel boxje, volgens mij. Ik heb er niet eens naar gekeken. Dus toch zit nu. Zo, wat is het? Daar is hem wel. Ja, tot hoe laat hebben we trouwens? Weet je niet meer wat? Nee, hoe staat het opschieten? Tot 12 uur. Oké.
dat is mooi. 40 minuten. Ja, ik heb nu een beetje een probleem, want ik ben natuurlijk allerlei dingen tegelijkertijd aan het ontwikkelen. En gelukkig zijn er heel veel van die modules die ik gebruik, zijn allemaal voor mijzelf. Maar de laatste versies van die modules, die sync ik altijd ook mee, zeg maar, met mijn software releases. Tot op een gegeven moment deze modules weer uitgestabiliseerd zijn, dan komt ze via CPAN, dat is via CPAN geïnstalleerd. En tijdens de ontwikkeling heb ik altijd allemaal weer uitbreidingen en verbeteringen in de modules die ik gebruik. Dat is ook een van de redenen waarom ik graag mijn eigen modules gebruik, want dan weet ik dat patches en zo lekker snel inkomen. Nou, weet ik gewoon meteen. Dus ik heb ze zelf nodig. En hier zie je dan een closed source module, dat is bijna alle software die dit moet gaan bijhouden. En dan gaan we langs een beetje code bekijken. Demons, dus ik heb hier een programmaatje, dat is een DNS-server. En die je kunt zien, dat is net DNS name server. Gewoon net DNS is echt een fantastische moeder. Door Olaf Koopman geschreven, die werkt bij het NL Labs in Amsterdam. En die houdt het ook erg goed bij. Daar kun je echt heel moderne dingen mee doen. Maar nou heb ik dus een name servertje nodig, die ongeacht welke vraag ik stel aan aanrekkers. Ja, maakt niet uit welke naam ik ga opzoeken in DNS. Ik geef altijd hetzelfde IP-adres terug. Van mijn lokale server. Dus dat 10.1.1 is mijn nummertje hier. 1.1.1, dat is mijn nummertje hier. Deze is 100. Dus ik heb altijd gehad. Ja? En dat is wel belangrijk. Ik geef je mijn TTL mee. Dus de time to live van 1 seconde. Anders heb je straks een probleem als iemand echt internet op kan, dat hij precies weer dat teruggeeft. Dus eigenlijk hetzelfde truc als de NS of zo moet gebruiken om je naar door te verwijzen naar een loginpagina als je in de trein zit. En dan moet dit is een hele daemon. Dat is erg makkelijk. Die requirement, dat is een net server, name server die standaard is. En moet natuurlijk een port 53 hangen. Je moet een reply hebben, dan moet je implementeren. En dat is je. Hoe moeilijk net DNS het hier maakt. Heb je 519 al? Nee. Weet je die dollartekentje zat in Circus staan? Oké, hoezo? Waar zie je dat ik zat? Ik zie hoog naar hoog, hoog naar hoog, hoog naar hoog. Daar is het ook al. Oh, dit is. Nee, dit is iets wat ik altijd doe, wat ik heb geleerd om te doen. Dat is opschieten. Maar dan, ook al zijn het methods of zo, wat ik inject, dan doe ik het nog steeds. Oké. Dit is documentie. Nee. Ja, dit is documentatie voor mij. En dan niet alleen in een parachute. Als je een keer een programma vergeten hebt, dan gaat het lopen klaar. Nee, alleen als je het als functie aanroept. Maar als je het schootreferentie aanroept, dan niet. Dus alleen als je het bepaald aan kan doen. Ja, maar ik doe het nog steeds. Is de nieuwe versie van 125 of dat feature? Daar kijk je in één programma tussen. Dan kan ik dit daarin zetten. Ja, dat is klopt. Mooier. Dat is veel, veel mooier. Maar dan blijft dit nog steeds ook wel werken. Okay. En hoe zit het met AAA-records? Oh, die. Dat gaat voor heel veel plekken mis wat er naar buiten gaan. Dus dat negeer ik. Ik weet niet of je wel eens bijvoorbeeld IPv6 hebt geprobeerd te gebruiken, een omgeving die verder geen IPv6 ondersteunt. Dat gaat gewoon niet. Dus ik mag het hier negeren, want dingen als Tor en zo, dat gaat. Maakt het leven moeilijk. Wat had ik dan nog meer? Dan heb ik die webserver nodig, die de redirect stuurt. Nou, dit is webserver. In Perl geschreven. Webservers zijn zo simpel, hè. Als iedereen die zegt dat tensor zo hele moeilijke dingen zijn. Webservers heb je zo op elkaar, kijk maar. En dan hier de riemen die krijgt een nieuwe connectie binnen. En voor elke request in de connectie zegt hij gewoon van ga maar naar die URL toe. En die URL wordt met de opstart meegegeven. En dat is natuurlijk gewoon de URL van de voorkant van het netwerk. Maar wat doe je met HTTPS? Is het zelf een link in het woord? Zo met? HTTPS. HTTPS. Nee, in deze omgeving hoort geen HTTPS thuis. Er is daar ook helemaal geen behoefte aan. Dus dit geeft wel wat problemen als je het inderdaad tegenkomt. Maar
We hebben natuurlijk wel een hele grote wenslijst van alle dingen die kunnen. En er zijn nog een aantal dingen op die lijst die veel hoger prioriteit hebben. Dus, misschien komt het op een gegeven moment wel, en het is ook niet zo moeilijk voorbij te krijgen. Krijg je hier een probleem? Hier heb je Daemon. Dat is een hele stomme, simpele HTTP-implementatie. Die doet wel heel goed HTTP 1.1. Heel goed. Maar met een klein trucje, met drie blessen en zo, kun je daar een SSL-connectie op zetten. Dus dan moet je hier, die client, moet je reblessen in een klas die wel SSL kan. En dan doet hij die. Ik heb al een paar keer gevraagd. Ik doe dat zo vaak, die truc met het reblessen, dat ik een paar keer gevraagd heb of dat niet. Het zal in de buurt kunnen stoppen. Goed. Dus dat is eigenlijk de basis. Je ziet dat in Perl kan je heel veel dingen heel makkelijk oplossen. Dan moeten we eventjes natuurlijk kijken of het werkt. Dus ik hoop dat het. Dit is natuurlijk een cache van mijn ding. Dit is een demo-effect. Nou, laat ik maar gewoon meteen. Je krijgt natuurlijk alle demo-effecten. Maar je krijgt een K-website. Ja, dat is natuurlijk ook wat lastig. Klanten die altijd zeggen altijd van: het moet minimaal zijn. Ja. Het tweede vind ik dat als het echt minimaal is, je interface, dat het heel lelijk is. En dat op een gegeven moment krijg ik ook dat featuretje. De gebruikers die zeggen: ja, maar nou dit kan, dan moet dat ook bij. Dus het blijft ook nooit minimaal. Oh ja. En ik ben gewoon altijd heel verantwoordelijk om de klant te zeggen: van het moet wel minimaal blijven. Ja. Ik heb gewoon perfecte kaal. Gewoon heel lang. Ja? Ja, dat is mogelijk natuurlijk, hè, voor die tablets. Nou nee, gewoon heel simpel. Dus lelijk. Oké, maar we hebben nu dus helemaal niks. En dit is gemaakt via Tablet Toolkit in een eigen webservertje. Dus als ook die HTTP die je niet direct doet, komt het eigenlijk uit bij mijn eigen HTTP daemon. Is het hetzelfde module? Dat is een andere daemon. Maar dat is niet erg, hè? Je kunt met port. Je kunt best wel op de port 80 kun je dezelfde dingen draaien als je IP tables gebruikt. Dus je hebt deze die deed redirect en ik heb een andere en die biedt jij dat ook gehad, of is dat niet die? Ja. Oh ja, die heb ik ook al getekend, ja. Dat heb ik ook vol. En deze is natuurlijk, als ik straks een echte verbinding eruit ga en ik hoop dat het werkt, dan die verbinding, dan dan gaat deze straks die redirect, die kan zo weer weg. Hè. Als dat man, als ze wel echt iets hebben. Nou, even zien. ETA 0. Dit is mijn terminal interface, dus laat ik die eventjes definiëren als terminal. Save. Zo, nou heeft die voorpagina gezegd dat het een terminal is, maar ik kan er verder niks mee. Dus mijn incoming interface altijd hetzelfde, maar ik mag een eigen naamje geven. Je ziet hier eigenlijk helemaal niet welke verbindingen er zijn in het lijstje totdat ze geconfigureerd zijn. Hè? Dus ik heb nou vier poorten, maar er is er maar eentje geconfigureerd, dus ik zie er maar één. En dat wordt natuurlijk heel anders als je in één keer iets met USB inplugt of zoiets. Dan zie je nog steeds niet in het lijstje, maar dan moet je hem wel kunnen configureren en dan moet hij weer in het lijstje komen. En ook weer onthouden dat als je deze eruit trekt en je stopt hem later weer in, dat hij weer terugvindt dezelfde en zo. Dus. En de andere, de buitenkant zit hier. Interface is nog druk, want hij is namelijk niet geconfigureerd. Dus dat is wel logisch dat hij dan niet op is. En dan zeg ik hier. Hoe heet dit hier? Hogeschool? Oké. Nou ja. Oké. Ik kan ook nog fixed IP adresses toevoegen. Ja. Zo. Ik heb twee van mijn interfaces staan, maar hij is nog steeds down, want ik heb nou al gezegd dat hij er is, maar dan draai ik nog helemaal geen service op. Dus nou, voordat ik ook maar echt naar buiten kan, moet ik weer configureren. Die configure is dus expres in een ander scherm, omdat de voorkant zo eenvoudig wordt. Hier dus verder met interfaces, dus de verbindingen, en daaroverheen ga je dus een of andere dienst gebruiken. En nou, laten we dus
bijvoorbeeld, dit is gewoon naar buiten, full access. Zo, dus nu heb ik aan het interface, dat was een van de dingen die ik kon configureren bij mijn service. Op welke van interface moet hij naar buiten? Hij laat hier zien, ik wil alleen maar die abstracte namen, want abstracte namen begrijpen mensen beter dan dat hier ETH3 wordt genoemd. En dat het. Klik je erop. En dan gaat hij hem opbrengen. Dat duurt even. Want nu komt er dus. Deze informatie slaan we gewoon op, permanent. Ja, die configuratie, in deze faaltjes wordt hij opgeslagen. Dus nu is dit is opgeheven. Dat is CSV. Dan ook een CSV, ja, natuurlijk. Alleen dan moet je weer met de kolomnaam doen. Dus deze lijkt nog steeds bestaan. Maar alle requests die niet aan 10.1.1 zijn, die mogen, die mogen wel door. Dus daar heb ik een verbinding gemaakt met ETH3. Hier. Hier, nu heb je dus IP-tables herschreven. En dat moet je via IP-tables doen, dat kan ik zo nog even laten zien. En, maar ondertussen heb ik hier natuurlijk ook DHCP-client op laten starten. Want ik heb hier natuurlijk een IP-adres gekregen. Ja. En die moet dan de routing table moet dat IP-adres oppakken en dan weer. En gelukkig gaat het eigenlijk zonder te veel werk goed. Moet je nameservices van buiten doorgeven? Nee, die nameservices van buiten, die gebruik ik niet. Dus van de mogelijke provider gebruik je niet die nameservices? Nee, ik gebruik expres hardcoded nameservices. Achtergraag. Dat het helemaal moeilijk is. En ik weet niet of jullie ooit wel eens hebben gezien hoe ze dat doen, zeker onder Ubuntu. Maar hier moet je die resolve.conf moet je gaan aanpassen. Ja. En in Ubuntu hebben ze niet meer één resolve.conf, maar ik heb er gewoon een heleboel. En je hebt een. Ja, ik heb het gezien. Resolve.conf. Dus er is ook een D of zoiets. Nou, hier hebben ze een enorme structuur omheen gebouwd. Maar gelukkig, ik heb al die paden af. Maar als je ergens 170.0.1 tegenkomt, is de rest er gewoon verloren. Dat heb je niet meer nodig. Nee, je kan dat oplossen. Er is of conf nieuw in het DSD. Wat ik hier heb gedaan met die DNS-server. Ik maak een foutje. En daar staan de forwards in. En dan kun je als overschakelen van de ene stand naar de andere stand. Dan kunnen er weer andere voorwaarden in staan. De voorwaarde is van DNS, want als ik zelf het antwoord niet weet, dan kan ik het systeem moeten doorvragen. En dan heb ik bijvoorbeeld nodig als ik de Tor-verbinding naar buiten maak. Het Tor-netwerk. En dan moet ik de Tor-nameservice gebruiken en zo. En dan dus er is een reconfig script. En die doet eigenlijk het nare werk. Als ik van de ene mode naar de andere ga, dit is de shell script, want shell script ken ik ook. Dat shell script heeft een aantal commando's en daar draai ik het rootrechter. Dus ik, altijd als ik een verandering maak, doe ik het twee stappen. Het hoofdprogramma, dat draai ik DR-rechten, een speciale user die ik overal dan voor het project gebruik. Die kan eigenlijk niets veranderen in het systeem, maar die kan dan via sudo dit ding aanroepen. En dan heeft hij daar een beperkte set van commando's die hij kan gebruiken om wat te doen. Is bijvoorbeeld systemhalt, kan die aanroepen via sudo en dan brengt dit script brengt dan het systeem dan. Dus je hebt zelf gecontained. Ja, dat is een beetje een trucje. Maar goed, wat je dus doet is bring down, dan worden alle interfaces taal gebracht. Dat is natuurlijk de eerste stap voordat je weer een nieuwe configuratie gaat doen. Dat is een trouwens. Sorry? Dat is een spelfout. Daar. Wordt midden in je scherm. Oh, wordt dan lang. Sorry. Na vele tijd? Een soort mixture van Dutch en de Brit. En bracht. Sorry, het is een werkwoord vormen van de bots. Maar goed. Je ziet dan dat het forwarders. Dus ik maak bij een gewone applicatie, de webservice, die kan dan het forwarders foutje maken. En die wordt dan uiteindelijk door het reconfig script wordt hij dan in gebruik gebracht. Als dat er is, dan moet hij DSP downbrengen. En dan moet hij de forwarders file installeren en dan moet hij de DSP erop brengen. Dat kost die een paar seconden, maar de meeste tijd gaat altijd in die DSP zitten. Ja, dat,
het verkrijgen van een nieuwe IP-adres als je verbinding maakt. Oké. Okay. Nou goed, even kijken of het hier of nou lukt, want het is natuurlijk live demo. Kom wel. Ja, dat is omdat het van thuis nog was. Ik heb weinig geluk gehad. Ik heb het thuis nog uitgeprobeerd en werkt het allemaal perfect. Dus, Je moet gewoon hier blijven slapen, hier. Ik wil hier natuurlijk vanochtend niet. Ook gezien de tijd, ga ik gewoon even lekker door. Je kunt dus op één interface kun je meerdere applicaties starten, bijvoorbeeld het Tor-netwerk. Ja, dan moet je kiezen. Ja, nu staat. Ik heb het al geconfigureerd inderdaad, maar hij draait nog niet. Dus nu ga ik overschakelen van het VDV. Je ziet hem hier elke seconde polt hij nou of het al op is. Dus ik schakel nu over. Ja. Nu heb je geen informatie. Hij zegt dat het klaar is. Torrentje draait en soms zitten erbij nog andere dingen bij. Dus hier kun je op het knopje drukken en dan gaat hij bijvoorbeeld het hele netwerk van Tor opnieuw opbouwen. Dus wat je dan hebt is een extra complexiteit. Ik heb nu dus een verbinding naar buiten, maar over die verbinding heen heb ik een Tor netwerk opgebouwd. Maar je kunt dus kiezen of je over dat netwerk naar buiten wil of dat netwerk naar buiten wil. Dus je hebt eigenlijk nu al twee lagen aan logica. Het project is heel naar. Eigenlijk is Linux daar niet zo voor gemaakt. Linux distributies zijn gemaakt om heel makkelijk te werken overal voor. En als je dan trucjes wil uithalen, dan moet je overheen krijgen. Die nieuwe identity, ik heb gezien, dat is Fidelia of zo. Dat is een van de manieren om Tor-netwerk te configureren. En die heeft de knop Rebuild Netwerk. Maar daarvoor had je dan een commando nodig naar de server. En er stond niet beschreven hoe je de server moet aanroepen. Op de pagina waar de commando staat voor de server staat niet op beschreven. En de trace van het Tor-netwerk, de trace-file laat niet zien welke commandos er binnenkomen. Maar gelukkig laat je wel zien dat er activiteit is. Maar je zit zo op zo'n niveau te werken hier met al die IP tables en zo, dat en al die applicaties een beetje te misbruiken. Dat je dus heel veel moet pussen voordat het werkt. Ik weet niet of je dat IP tables hebben gezien. Maar... Er zit meestal iets in van, zeker in dit geval, als je een Tor-netwerk gaat opbouwen, dan krijg je hier een Tor-daemon ook nog eens bij. En die Tor-daemon die heeft zijn eigen DNS. Daar buiten toe over het Tor-netwerk voor de .union uitspraak. Dus dan moet je de vragen die binnenkomen voor Tor-DNS, moet je dan weer doorsturen naar deze DNS, die dan weer naar buiten moet voor de andere vragen. Dus je zit de hele DNS-server aan de volgende te koppelen op je eigen systeem. En dan doen we die forwards. Met die forwards en zo is dat, kun je dat voor elkaar krijgen. Zonder IP tables krijg je het niet voor elkaar. En verder inderdaad de DNS-forwarders files zit je in te rommelen. Maar goed. Elke keer helemaal alles wordt downgebracht, hè? Al die hele tables helemaal clearen, dan helemaal opnieuw opbouwen. En dan, daar bouw je dan gewoon een aantal scripts voor. Dit is dan het script wat typisch iets op helemaal uitzet en dan een aantal IP-tables doet. Dus ik heb eigenlijk voor bij elke keer als je een nieuwe optie kiest, draait hij twee scripts. Eentje is voor de onderste laag en eentje is voor de service laag. Wat goed te installeren. Nou, nog een keertje. Remote proxy. Proxy-adres nodig. Dat gaat natuurlijk ook niet werken. Maar het zijn er voor 100. Dit netwerk is wel afgeschermd, hoor. Ja, je kan ook niet meer 7 meter. Nou, ik kon niet. Dat is
Even kijken of ik naar buiten kom. Nou ja, ik kan wel naar buiten. Hij heeft meteen even wat getimed. Wat een proxy. Nou is het voor een proxy hier extra lastig. Verhaal. Het vervelende is namelijk dat als je normaal een proxy, webproxy doet, dan configureer je dat in je browser. En die browser die gaat je HTTP pakketjes stromen. Want normaal staat er get index. En dan host, de naam van de server. Maar als je een proxy doet, dan gaat hij dus de host hier zetten. Hè? Dus dan wordt het een get, HTTP enzovoort. En die host is dan de naam van de proxy server geworden. Maar nu heb ik dus geen ondersteuning van die browser. Dus deze webserver die komt dan het HTTP verkeer binnen. En die moet ik opvangen. En daar heb ik dan een speciaal ding voor. En er komt zelfs een parallel connecties binnen. En dan moet ik hier onder, ja, onder fly moet ik die HTTP pakketjes herschrijven. Zodat het proxy requests worden. Die over verbinding naar buiten gaan. Hier staat al mijn eigen proxy server buiten ergens. En dat is natuurlijk voor die offsetpoints niet heel belangrijk. Want die willen dan vanuit een plek die niet traceerbaar is, zullen die meer internet op. En dan kun je overal kopen, ook een lijst op internet van proxy servers waar je mee kan. Maar dit is dan heel, daarom eigenlijk alles schrijf ik in Perl. Dus ook die verproxying van het verkeer wat binnenkomt, kun je eigenlijk in een paar regels in Perl schrijven. Ik heb geen tijd meer om dat te laten zien. Maar eigenlijk is het allemaal is heel simpel. Stuk voor stuk. Aan het praat krijgen is het dan. Nou, omdat de tijd op is, maar ik vind het echt leuk om straks met jullie nog over te praten of zo. Ik zal nog even laten. Ik heb ook een random proxy. Dan gaat hij voor elke zoveel request gaat hij weer naar buiten. Dan gaat hij de andere proxy zoeken buiten. En ik kan ook nog hier het P2P-netwerk starten. Ja. En P2P-netwerk over een of andere verbinding. Endpoints. Even zien. Is dat dan in tijdwoorden bovenin? Wat? Ja, dat is gewoon mijn naam. Dat is gewoon mijn naam. Totdat je wat hebt, geen officiële naam. Oké. Zo, dan services. En dan kan ik dus even kijken hoor, nieuwe service toevoegen. Full access. Zo. Je ziet namelijk een andere verbinding naar de buitenwereld, die gaat al over deze. Ja, maar het is eigenlijk een eigen punt-to-punt verbinding die ik naar de buitenwereld heb gelegd. En nou bouwt hij dat op, dus hij bouwt nou de P2P-verbinding op. En hij legt er nu niks overheen. Dus wat je in principe kan doen, is... dit is mijn poort naar buiten. Ik kan dus kiezen, of ik nou UPC of SQL naar buiten wil. Ga ik daar overheen. Maar over die verbinding ga ik niet rechtstreeks gebruiken, maar gebruik eerst, zet ik eerst een PTP-verbinding op naar een server buiten. Huh? En daar overheen ga ik het doordraaien. Bijvoorbeeld. Maar hier is dus in jouw configuratie nu, dus die buiten is eigenlijk hardcoded naar één port. Als één. Dat is wat het een type Ethernet-port is, ja. Voor de verbinding opbouw. Er zit inderdaad één port. En maar dan deze ligt over hierheen. Ja, maar dat is niet helemaal duidelijk. Nee, maar dat wil je hier op dit niveau niet zien, want die gebruikers zijn heel laag niveau. Dus die hoeven alleen maar te weten van, ik moet dat aanklikken. Ja, maar als je morgen twee ethernetpoorten gebruikt voor twee verbindingen, dan wil je wel weten over welke verbinding je PPT. Ja, maar dat kan je dus aangeven op het moment dat je die verbinding maakt, hè? Aanmaakt. Ja, dan is die niet zichtbaar, bedoel je? Ja. Die andere. Nee, dat was niet hier. Kijk, bij het aanmaken van die PTP-port gaf ik hier aan waarover naar welke verbinding naar buiten. Ja, maar in het overheid net is dat niet helemaal duidelijk. Nee, dan zie je dat niet meer, maar dat is dan de keuze om het juist voor de gebruiker zo dom mogelijk te maken. Want wij begrijpen dat heel goed en wij vinden dat leuke extra informatie, maar de doelgroep vindt dat te moeilijk. Ja? En je gebruikt dat waarschijnlijk ook als als je dan PTP selecteert, dan neemt hij automatisch naar buiten. Ja? Ja, maar als je daar dus niet in gestekkerd hebt. Ja,
Nou, dat werkt het niet. Dan komt hij ook nooit op oké te staan. Nee, okay. Nou, dan nog één over dingetje. Je kunt hem resetten natuurlijk, alles weggooien. De software refreshen is gewoon een hersen, je moet rebooten. De private key kunnen mensen momenteel nog downloaden. Kijk maar als je op klikt, dan private key downloaden. En backup maken van de configuratie. En je kunt archive zip in proppen, scriptje, gewoon faaltjes in proppen. En dan kan je. Dit is dan de kleine versie. Dit is de zipfaal van de backup. Er zitten een paar JSON-faaltjes waar die administratie. Doe je ook remote software updates? Ja, dus dan kun je gewoon refreshen en dan synct hij dat met een server, met een password erbij. Maar alles, elke stap is hier heel belangrijk dat ik het zelf schrijf. Ook weer met die proxy bijvoorbeeld. Ik wil zelf de headers hebben van die proxy. Ik wil zelf manipuleren dat er geen informatie naar buiten liep wie daar zit te kijken bijvoorbeeld. Normaal komen er bij proxy. Komt er niet alleen die HTTP-les voor het herschrijven, maar er komen nog regels bij, original client enzovoort. Ik wil alles in eigen hand houden. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar ik moet nou stoppen, want het is al een paar keer gezegd. Dus okay, hier zie je, het is gewoon een JSON faaltje. Nou, mocht je vragen over specifieke dingen, of later van hoe heb jij dat dan gedaan? Ik vind het erg leuk om uit te leggen over details. Dus kom gewoon. Ja, dank je.